En dan zijn we met een nieuwe aflevering van Rocket League. We gaan even kijken als we deze ronde kunnen winnen. Ik tik meteen Mark F to the moon. Hallo. En onze Mark is natuurlijk ook weer bij. En remmen. Ik kan trouwens misschien ook even iets anders klinken dan anders, want ik ben bezig om mijn noise te cancelen. Misschien heb je de aflevering van Rocket League Sunday gezien. Van die zondag. Er zat enorm veel ruis in. Ik kwam ook pas later achter na het hele editen. Puur omdat ik zelf ook noise cancelling op mijn headset heb staan. Dat heb ik eerst uit moeten zetten voordat ik zelf ook pas kon horen. Dus dat was op zich niet zo'n heel handige ding van mij. Dus ik ben even heel wat aan het klungelen gegaan. Ik ben 3 uur bezig geweest met klungelen. Ik had succes, ik had minder succes. Ik heb nu iets van een balans gevonden. Waar ik heel wat bergruis eruit heb, maar alles lukt niet. Anders klink ik echt als een persoon die nog grot staat. Zonder echo. En dan 10 kilometer vanaf van de microfoon. En daar zitten we allemaal niet op te wachten. Dus dan maar dit. Is beter dan niets. Oh. Ja. Het was te proberen. You tried so hard. I tried so ja, hard. Precies. But in the end, it even doesn't matter. En geen Siskaboom. Gaat het echt zo'n klassiek rumblepotje worden met alleen maar chaos? Vast wel. Het begint er al redelijk op te lijken. Oh, en dan word ik allemaal geteleporteerd. Ook goed. En ik liet iemand opblazen via iemand anders. Dan heb ik een teammate opgeblazen. Oh my god, die teammate is ook noob. Ik kon er nooit meer bij komen. Kijk wat die teammate doet. Hij ziet hem vliegen. Wat doet hij? Oh, laat ik ook proberen te vliegen onder hem door. Echt waar. Dan ben ik er eens een keer en dan gaat iedereen zitten zeiken over een fucking teammate. Ja, maar ik ken mij langer dan vandaag. Ja, oké. Okay. Ik zeik wel vaak over teammates. Maar dan gaat het wel leuk worden met die andere serie die we gaan willen starten. Oh. Het voordeel is wel, dan kijk ik wel rechtstreeks input. Precies. En output. Die teammate. Geef het dan ook eerder. Soms denk je echt van teammates, hoe noob zijn jullie? Echt, hè? Dus sommige mensen kunnen nog een betere game verwijderen dan blijven spelen. Ik ben de afgelopen weken flink rusty geworden. Oh, hè? En nu doet hij wel wat. Ja, maar ik had hem ook van jou. De lul. Oh nee, toch niet. Never mind. Nou ja, het is 1 op 3. 1 op 3? Als dat de alcoholpercentage is van een mixdrankje? Oh, dan wordt het flink hard. Nee, Ido. Niet voor jou. We weten hoe je gaat doen als je alcohol op hebt. Valt mee. Valt mee, zegt hij ook nog. Nou. Waarom rijdt hij dan ook überhaupt het goal van ons in met een plopper? Het is dat ik hem nog moest saven met een plopper, maar anders had ik misschien een lange goal kunnen krijgen. Jezus. Hij komt echt letterlijk de verkeerde kant op. Met spikes. Volgens mij wilde hij niet. Ik heb het ook al eens een keer eerder gehad. In de opname. Wist je nog? Ja. Maar je kerst gaat schreeuwen. Andere kant, andere kant, andere kant. Oh ja. Volgens mij was er bij de bingo ook nog. Ja, alleen wat vergeet ik dat toen jouw naam, stem op te nemen of zo? Nee, dat dan wel. Dat wel. Maar dat was in seizoen 1 was dat. Ja, in seizoen 1. Echt een tijdje terug. Dat was ook zo'n actie, dat was ook zo'n mooie. En jij zo van, wat? Wat is er eigenlijk? Wat zat je te schreeuwen? Oh, jammer ja. Van die freeze, dat was echt heel mooi geweest. Nou ja, ik vond het justified, die schreeuwen. En jij ook echt blijven roepen, ik denk echt van, wat is er aan de hand?
Dat ik nog totaal niet gek over kleuren eigenlijk waren, maar... Dat doe ik altijd aan, Barry. Maar ik niet. Niet iedereen doet dat. Nee, dat lijkt wel weer. Je hebt altijd van die knappe klokken, knappe koppen. Tussen zitten die dat niet doen. Kappen knoppen. Ik dacht serieus dat je dat wou zeggen. Ja, dat, zo kwam het er ook uit. Knappe knoppen, wat? Ja, dat kan ook. Maak er dan gelijk knopen van als je toch bezig bent. Ik ga een giveaway houden. Ik ga gewoon één knop in de envelop stoppen. Heel leuk. En dan geen postzegel erop. Dat is nou te duur. Echt waar. Ik heb echt zin om die teammate gewoon te reporten vanwege het verneuken van de game. Nee, ik zit vast. Eigenlijk moet jij dan ook geen postkantoor beginnen. Ik zat vast, zag je dat? Ja. Ik kon niet naar voren of niet naar achter. Oh, voice crack. Nee, Dick Express. Oh, ik teleport de verkeerde. No. Dat is nou jammer. Wij zijn twee rusty mensjes. Oh, jij was dat. Ik dacht serieus dat het andere teammate was. Ik denk van, hè? Huh? Wie rijdt er dan weer aan de linkerkant van mij? Nou, blijkt het gewoon evil te zijn. Ja, ik had niks aan doen dat ik weinig olie gehad heb. En weet je wat? Nu staat dit teammate van ons ook nog AFK. De noem van het team die ook nog AFK staat. Prachtig. Ja, waarom tik je dan weer terug? Zou ik nog kunnen hebben. Maar in ieder geval, vergeet niet te abonneren en laat een like achter. Tjus.